Het was alweer de 36e keer dat de Gias-Hunze race vandaag van start ging. Zo'n 1000 roeiers uit het hele land verzamelden zich vanochtend vroeg in Groningen voor een van de eerste roeiwedstrijden van het seizoen. Ruim 2,5 kilometer dwars door de stad. Er doen 17 verschillende verenigingen mee, waarvan uit mijn hoofd 12 studentenverenigingen. En die komen uit Delft, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Enschede, Eindhoven, ja, uit het hele land. Maar niet iedereen wist vanochtend in de mist op tijd de start tegenover de woonschepenhaven te halen. Rug nummer 31. Komt u richting de voorstart? Alexander en zijn team bijvoorbeeld. Maar al te graag hadden ze vandaag aan de wedstrijd meegedaan. Dat was wel de bedoeling, ja. Maar mochten die meedoen omdat ze te laat waren. En waar komen jullie vandaan? Uit Delft. Balen dus. Maar gelukkig was het merendeel van de ploegen wel op tijd om zo hard mogelijk over het water te gaan onder de Berlagebrug, de Oosterhavenbrug, de Trompbrug, de Oosterbrug, de Herenbrug, de Werkmanbrug en de Emmabrug. En de organiserende roeiverenigingen Gias en de Hunze, die waren al lang blij dat de wedstrijd vandaag van start kon gaan. Want dat was een paar dagen geleden nog alles behalve zeker. Nee, deze week werd het ook nog even spannend met de temperaturen. Nou heeft tot woensdag donderdag nog ijs gelegen, maar gelukkig was het gisteren. Nou, 6, 7 graden nu ook. Dus. Morgen staan de sprintwedstrijden op het programma. Die worden hier in het Verbindingskanaal bij het Groningen Museum gehouden.